Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag zijn we op de markt hier in Hilversum. Dit is Wat een Week. Wat het leukste was deze week? Oeh, dat is een goede vraag. Het leukste wat ik heb gedaan is... Denk hoor. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want ik vind eigenlijk alles leuk. Wat in Duitsland. Dat als iemand wordt 70 jaar oud, hoe wordt gevierd. En zo leuk en zo mooi. Dat jij zou denken, god, dit bestaat ook nog, dit traditie. De bergen klimmen. Het was heel leuk, want toen gingen we door de rivier heen. Ik heb gisteren heerlijk lopen fotograferen bij de Rhododendronvallei. Dat ik ging werken bij Emmaus en daar werk ik al 10 jaar als vrijwilliger en dat is heel gezellig. Ik ben naar mijn moeders werk geweest. Ze werkt op een school en dan zie ik allemaal kinderen en mensen en dan ga ik gewoon lekker helpen. Ik ben thuis aan het verbouwen en de badkamer is bijna klaar. Dus eindelijk kan bijna douchen. Ik denk skaten met vrienden. Twee dochters en hun kinderen. Naar de jaarmarkt in Soest geweest en dat was heel erg gezellig. Gisteravond vrienden op bezoek gehad, muzikanten, die op mijn boekpresentatie hebben gespeeld. En ik ben met mijn dochter op stap geweest. Leuke muziek, een hapje gegeten, een drankje genomen, ja. Ik ben lekker met vriendinnen, na een hele lange tijd die ik al heel lang niet heb gezien. Zijn we eindelijk weer een keer lekker wat wezen eten en een borreltje doen en gezelligheid weer na zo'n lange tijd. Dus ik denk dat dat wat leuks was deze week. Vorige week zijn wij met z'n tweeën op vakantie geweest. Zijn we een weekje weg geweest. Ja. Even er tussenuit. En dat was genieten. Ik ben naar de Zoutkist geweest met mijn vriendin. Ik had in de glijbaan geklommen en de kabelbaan. Dat we weer opa en oma worden. Van onze... tweede achterkleintje. Dus dat vond ik geweldig. Turkije. Vast adresje. Ja. Kom ik al heel lang. En ik dacht, ik neem mijn grote vriend mee. Dat was leuk. Het was leuk. Mooie cultuur gesnoven daar in Turkije. Heeft gewoon een rijke cultuur aan veel diversiteit. Veel eten. Heel veel eten. Mooi eten. Mooie vrouwen ook vooral. Zeker. Maar ja, daar kom je niet alleen voor natuurlijk. Dus ja, eigenlijk was dat was wel het hoogtepunt van de afgelopen week, ja, zeker. Dat was het leukste deze week. Maar wat was nou het minst leuke? Het afvoerputje zat verstopt. Dat het weer niet lekker opschoot. Eén dag een beetje thuis gezeten met flinke hoofdpijnklachten. Onderweg een bord zag van dementie is de meest dodelijke... snelle oorzaak. En dan denk ik, ben 81, ja, wanneer krijg ik het? En als ik wat vergeet of zo, denk ik, zal ik het hebben? Dus dat is het minste niet leuke. Ik wil natuurlijk naar buiten. Ik moet mijn oefeningen doen. Omdat ik nieuwe knieën heb gekregen. En voordat die het weer goed doen, dan moet je ze flink even bezighouden, die jongens. Oeh, het minst leuke wat we vorige week hebben meegemaakt. Nou, vandaag eigenlijk. Ja, vandaag eigenlijk wel. Zijn vriendin heeft het vandaag uitgemaakt. Ja. Ik liep op mijn trap met hokken hakken, punt hakken. En mijn hokken hakken ging in de gat van die aluminium gat. Naar school. Nee hoor. Het computer het niet meer deed. Want ik had waarschijnlijk op het verkeerde knopje gedrukt. Ik denk dat alles wel leuk was. Ik moest een project maken, maar het was een heel saai project en dat was niks voor mij. En ik viel zijkant en had ik hier een beetje bloeding en hier was een beetje blauw. Vreselijk en pijnlijk. Ja, dat is toch wel even, dus we zijn even de stad in om even, weet je, buiten even, komen. Even to get your mind on some other things, weet je. Dat was de... minst dat ik vond leuk. Het zonnetje schijnt. Tot zover, wat een week. Denkt u eens na, wat is voor u het leukst en het minst leuke van deze week? Tot volgende week. Ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen meegemaakt. Even netjes. Ik was lekker weer, dus wat wil je nog meer? Fijne dag, hè?